De gemeente Almere moet zich niet bemoeien met het aantal fastfoodketens in de stad. De mensen maken zelf wel uit wat ze willen eten. De gemeente Almere moet zich wel bemoeien met het aantal fastfoodketens in de stad. Anders wordt iedereen veel te dik. Tja, volgens mij hoor ik nou twee verschillende dingen. Dat zeker. En ja, het gekke is, precies deze tegenstrijdige opvattingen die komen vanavond aan de orde in de politieke markt van Almere. Het CDA heeft een motie gewijd aan de fastfoodketens. Nou, daar praten we over met fractieassistente Jeltje Vliegendhart. Jeltje, goedemorgen. Goedemorgen. Bij welke club hoort u? De rekkelijken of de preciezen, om het zo maar eens uit te drukken? Dat is lastig aan te geven, want het CDA heeft gewoon een heel brede visie hierop. Oké, hoe breed is die? Nou, het CDA is vooral van mening dat het stimuleren van gezond voedsel, dat is een verschrikkelijk goed idee. Daar kunnen wij volledig achter staan. Maar het limiteren van ongezonde voedselzaken, dat gaat het CDA veel te ver. Nou, waarom dan? Want dan kom ik terug uit de supermarkt. Dan heb ik mijn boodschappentas vol met gezonde spullen. Dan heb ik verse groenten, vers fruit. Niet van die chips en ook niet van al die frisdrank waar zoveel suiker in zit. En dan moet je meteen naar huis gaan. En dan loop ik langs een snackbar en dan ruik ik. Oh, dan denk ik van, oh lekker die kroketten. Oh, ja. Ja, dan ga ik die toch even eten. Ja. En dat is ook helemaal geen probleem. Zolang, vindt het CDA, zolang dat maar zeer beperkt blijft. Zolang dat niet elke dag of een aantal keer per dag is, maar gewoon één keer per week, is daar natuurlijk helemaal niets op tegen. Oké, en dan zegt u van, nou, hoeveel fastfoodzaken er dan zijn in de stad, dat maakt mij niet uit. Het CDA is vooral voor vrij ondernemerschap. Dus dat een ondernemer dat zelf mag bepalen. Ja, en het gekke is, er ligt nog zo'n soort motie. Alleen die is het woordje niet veranderd. Dus of je mag je wel bemoeien met het aantal. Nou, hoe moet ik het even zeggen? Er zijn dus ook partijen die zeggen, dat moet je limiteren. Wat vindt u daarvan? Ja, het CDA kan daar dus niet achter staan. Hmm. Wij vinden dat niet gelimiteerd moet worden. Ja. Oké, en ook de locaties. Hè, bijvoorbeeld vlakbij een school. Dat zou dan nog een optie kunnen zijn om te zeggen van nou, het moet niet te dicht bij de middelbare scholen. Dat moet natuurlijk wel bekeken worden, want wij zijn wel voor het stimuleren van gezonde voedselzaken. Daar is het CDA het er absoluut mee eens. Ja. Dus daar kunnen wij achter staan. Dus dat je daarnaar kijkt, dat is ook geen enkel probleem. Oké. Ja, want de aanleiding voor die amendementen die ingediend worden, wel of geen regulering van die fastfoodketens, is een voedselstrategie van Almere. Die wordt uitgebreid besproken vanavond. Ja, waarom maakt de gemeente zich druk om een voedselstrategie voor Almere? Want dat regelen boeren, veilingen, handelaren en supermarkten, toch? Dat wordt grotendeels geregeld, maar de gemeente wil wel graag een gezonde stad stimuleren. Want als er heel veel ziekte komt, en we zien natuurlijk al heel veel overgewicht, ja, dat kost de maatschappij ook geld en het is beter voor iedereen omdat ze gezond zijn. Dus dat willen we wel heel graag stimuleren. Oké, maar kunt u dan eens een concreet voorbeeld noemen hoe het CDA dat wil stimuleren? Nou, je kunt voorlichting gaan geven op scholen. Je kunt wel gezonde producten in de winkels aanbieden. Dus dat kan wel gestimuleerd worden. Ja, en of de burger daar dan voor kiest, ja of nee, op wat voor manier, dat is aan die burger zelf. Daar heeft hij de overheid verder niet bij nodig. Dat is een vrije keuze, vindt het CDA. Oké. Okay. In dat voedselplan van de gemeente, staat er nou ook in dat het het liefst alles biologisch moet zijn en van dichtbij? Wij willen wel stimuleren. De gemeente wil wel graag stimuleren dat het uit de regio komt. Dat absoluut. Maar nogmaals, dit stukje amendement gaat alleen maar over dat hele kleine stukje limiteren. Verder kunnen wij volledig achter de voedselstrategie staan. Oké. Ja, want om daarop door te gaan, ik noemde net van het liefst gezond spul en dan uit Flevoland. Zou mooi zijn, hè? Dan hoeft er niet zo lang in de vrachtwagen te zitten. Maar dan heb je in Almere alleen maar elke zaterdag op de Kempen aan zo'n lokaal marktje. Dat is nog niet zoveel om iedereen te bedienen. Nee, dat klopt. Maar ik heb begrepen dat er vanavond ook een motie komt om ook op de andere markten gezond voedsel uit de regio extra aan te gaan bieden. Dus, maar nogmaals, het stukje waar het amendement over gaat is alleen maar heel klein dat stukje limiteren. Ja, daarom. Maar voor de rest kunt u er wel mee leven met de hele die voedselstrategie die dus vanavond besproken absoluut wordt. Oké, nou dank voor deze vooruitblik. Heel graag gedaan.